Goedemorgen, lieve vrienden en vriendinnen. Het is een beetje vreemd onder een kunstgebied. Maar ja, het moet maar. Ik ga vandaag weer volop trainen. Maar ik moet eerst een aantal dingetjes regelen. Zoals u wel snapt. Wat heb ik vanmorgen als ontbijt? Dat is een kwark met havervlokken. Ik zit dan wel gelijk bijna aan mijn tax. Want ik wil eigenlijk niet meer dan 50 gram koolhydraten eten per dag. Ja, ik struikelde er weer over. Ik vind het ook zo'n woord. Maar ja. Ik wil gaan proberen deze week 2 kilo weer af te vallen. En ja. Tante Sedonia, die gaan we erbij helpen. Nou, we zijn alweer tussen de middag. Ik heb vanaf 9:15 tot 11:15 heb ik getraind. Ik heb op de hamsterbank gestaan. Ik heb gefietst. Ik heb geroeid. En ik heb ben mijn borstspieren aan het gekweekt en mijn triceps vandaag. Dat was mijn dinges. En natuurlijk mijn buikspiertjes. Want dat hangbankzwijntje, dat moet er echt helemaal af. En ik denk wel dat ik die 2 kilo van deze week haal. Vooral nou ik alleen maar vloeibare of zacht voedsel kan eten. Dus voor mijn lunch heb ik een roerij met kaas en provinciale kruiden erin. En ja, er is ook weer heel weinig koolhydraten. Volgens mijn trainingsmaatje ben ik gek dat ik zo weinig koolhydraten in me neem. Maar en nou had ik weer een advies van iemand anders die het al een jaar doet. En ik moest uitscheiden met het lopen en ik moest alleen maar krachttraining gaan doen. Nou, ik wil eerst mijn gewicht naar beneden. En dan wil ik echt aan de kracht gaan trekken. En dan zie ik het wel. Ik zie u zo meteen wel weer. Nou, we zijn weer bij het item aangekomen. Wat eten we vanavond? Nou ja, zoals u weet moet ik nog wachten op mijn nieuw gebit. Dus het wordt soep. En het zal de hele week soep worden. Dus, en wat hebben we nodig voor de soep? Wat hebben we gewoon nodig? Broccoli, champignons, gember, kipfilet in stukjes gesneden en ook in de lengte. De gember wordt ook in de lengte gedaan en er komt nog een limoen bij. En 2 groentetabletten die er nog in moeten. Nou, dat is de limoen en de gember. Die moeten ongeveer 5 minuten even koken. Dan krijg je een lekker smaakje. Dan moet je ze er weer uithalen. En dan, ja. Dan kan de kip en de rest erbij. Zo, we zitten weer aan tafel. Ik heb vanmiddag zo'n 18 kilometer gefietst. En dat vond ik meer dan zat. En voor vanavond heb ik een noedelsoep met champignons en broccoli. Totaal aan koolhydraten is 27 gram. Dus het is weer een mager soepje. Het ziet er weer feestelijk uit, vind ik zelf. En vooral dat ik nu zonder gebiedje eventjes moet. Is het wel prettig eten, soep.
Dus. Vanavond ga ik naar Tsjechi. Ik heb daar twee stokken voor moeten kopen. Die worden gebruikt als zwaard. En vanavond krijgen we weer oefeningen mee. En dan zal ik wel weer helemaal kapot wezen. Want het zijn oefeningen van, waar je denkt van, heb ik daar ook spieren? Dus het zijn 1,20 meter. Ik ben nogal vrij groot. Dus als je iemand hebt van onder de 1,70 meter, dan mag hij een meter wezen. Maar bij mij moet hij 1,20 meter wezen.